Misschien ben je er wel eens geweest. Speelstad Oranje. Het attractiepark van ondernemer Henny van der Most staat nu alweer een tijdje leeg. Maar in de afgelopen jaren was het er bepaald niet rustig. We vertellen je hier meer. We beginnen bij het begin van het oogbepalende gebouw wat het dorp Oranje op de kaart zette. In 1945 werd deze aardappelzetmeelfabriek herbouwd, omdat het bij een gevecht tussen de Duitsers en de Canadezen in de Tweede Wereldoorlog beschadigd raakte. En toen is hij eigenlijk opnieuw opgebouwd. En toen was het de modernste fabriek van Nederland. In 1946 is hij weer geopend en toen was het de grootste fabriek van Nederland. In 1985 kocht de ondernemer Henny van der Most de fabriek. Die toverde hij om tot een speelhal voor jong en oud, samen met zijn compagnon. Stond op dat moment nou al vast wat u wou met elkaar? Nee, Van der Most heeft het gekocht in 85, ja. In maart 85. En we zijn eerst een jaar of vier geweest slopen en ontmantelen. Ja, en zo komen langzaam de plannen en de ideeën. In 1992 openden de deuren, al waren nog niet alle vergunningen geregeld. Er zijn ook duidelijke aanwijzingen dat u bijvoorbeeld niet in het bezit bent van een hinderwetvergunning die eigenlijk voor dit bedrijf noodzakelijk is, die zelfs nog niet eens is aangevraagd bij de gemeente Bijlen. Er heeft niemand last van hier, dus ik vind het... Die heeft u niet nodig? Ik denk niet dat het hier nodig is. Ik denk niet dat ik een overlast bezorg. Dus wat dat betreft zegt u ook gewoon van, het is zo 10 uur, we doen de deur open en we gaan feest vieren. Ja, of feest vieren, we gaan draaien. Maar de gemeente Bijlen sloot het park niet en gedoogde de situatie totdat alles geregeld was. Het park werd razend populair en had duizenden bezoekers per dag. Van der Most breidde uit met een piepodorp waar gasten konden overnachten. Kinderen kwamen van ver om in Oranje rond te dartelen en bewoners van Oranje konden mooi bijklussen in het park. Maar in de loop van de jaren nam het bezoekersaantal toch af. Van de 300.000 bezoekers die het park in het jaar 2000 had, bleef na 13 jaar nog maar 1/3 over. Het speelpark raakte uit en was volgens velen niet met de tijd meegegaan. Nou, het ging moeilijk in speelstad. Het was echt moeilijk om nu deze dagen, ja, ze kunnen naar school gaan om de tent vol te krijgen. En toen kreeg het verhaal in 2014 een plotselinge wending. Het piepodorp bij Oranje werd een asielzoekerscentrum. De eerste bewoners zijn zojuist gearriveerd en het gaat om 24 mensen. De mensen komen uit Syrië, uit Rusland en onder andere ook uit Afghanistan. Niet 700, maar 1400 asielzoekers werden geplaatst in een dorp van 150 inwoners. En dat werd de minister niet in dank afgenomen. Het dorp Oranje was woest. 1400 man, dat kan toch nooit? Dat zijn heel veel, ja. Voor zo'n klein dorpje is dat heel veel. Na een paar jaar nam het aantal asielzoekers af dat in Oranje onderdak kreeg. Het contract tussen het COA en Van der Most kwam ten einde. Ook het indoorpark kon niet langer uit. Ja, het loopt niet meer. Er komen geen bezoekers genoeg. Het gevolg een hele lange stilte. Deze inwoner miste kinderstemmetjes. Want zoals nu, het is nog nooit zo rustig geweest in Oranje als op dit moment. Je mag het zelfs in mijn ogen wel een beetje doods noemen. In mei 2022 moet er een nieuw attractiepark de deuren openen in het dorp. Niet meer onder onderleiding van Henny van der Most, maar onder deze nieuwe gezichten. Zo'n beetje alles wat je kunt bedenken, dat gaat veranderd worden. Natuurlijk houden de glijbanen erin. Natuurlijk blijft er een ontzettend breed aanbod aan speelelementen. De midget golfbaan bijvoorbeeld, die blijft. Er wordt nog aangevuld met een bowlingbaan. Er gaat zoveel nog gebeuren hier. Het wordt echt een compleet fantastisch over de top circus. En dat moet ook, want je moet iets bijzonders hebben. Wat vroeger speelstad ook was, toen de kindertjes hier kwamen, ja, toen was het ook wow. En we hebben toch 300.000 bezoekers per jaar gehad. Dus dat was ook een wow-gevoel. Nou, dat wow-gevoel willen we nu ook weer maken. Ja, daar hebben we geld voor nodig. Dus we stoppen in de speelstad 3 miljoen, meer dan 3 miljoen. En in het park 5 miljoen. En dan geef ik het over aan de familie Luttenberg.